Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik ben momenteel fruitje aan het maken voor Jordi. Ik krijg de kiwietje en peer. En ja, vannacht heeft Jordi nogal gespookt. En het resulteerde eigenlijk in verschonen van een luier en even knuffelen. Het was het wel weer goed. Liam die heeft net geslapen, die is nu wakker. En die ligt een beetje in de box nog, een beetje zo na te doezelen. Ik doe momenteel wel alles pureren voor Jordi. Omdat hij iets meer buikpijn heeft dan normaal. En dat werkt dan beter voor zijn darmpjes. Zodat hij niet al te veel hoeft te kauwen, want dat doet hij niet zo heel goed. Dan kijk ik gewoon heel eventjes hoe het in de loop van de dag verder gaat. En dan beslis ik of ik vanavond zijn eten meer pureer als normaal. Ik kijk er altijd een beetje per dag. Als ik dat niet per dag bekijk, dan ja. Joefti is hier ondertussen aan het rondchasen. Dus als je hem af en toe een keer ziet kijken, dan ja, daarom dus. Een beetje blind daar doorheen. Ja, Lili, je bent zo aan de beurt. Even mama Jordi eten geven. Goed zo. Ja, jij bent goed bezig, Jordi. Lekker eten, hè? Hij wil zijn bril niet op. En hij draait altijd meestal met zijn hoofd naar de buiten toe. Dat vindt hij leuk om te kijken. Oh, wat ben je doen? Hey, scheetje. Nou, je fruit op aan het eten bent, ben je helemaal een lekker stukje. Heel lekker fruitig. Hey. Goed zo. Lekker eten. You know, happy? Goed zo. Hij heeft zijn fruitje lekker op. En nou mag je eventjes tablet kijken. Hij mag altijd... ben ik met hem gaan oefenen. Hij mag altijd na zijn fruitje nu even tablet kijken. Krijgt hij zijn boterhammetje onder het tablet kijken. En dan gaat hij dadelijk weer eventjes spelen. Dit is wat het normaal nu voortaan is hier. Tenminste, dat probeer ik er bij hem in te krijgen. En over het algemeen gaat het wel goed. Dan heb ik heel eventjes de tijd, want Liam die komt altijd na het fruitje van Jordi. Dan heb ik eventjes de tijd om Liam even een fruitje te geven en zijn fles te geven. Dan kan ik daarna brood aan Jordi geven. En dan heb ik eigenlijk alles een beetje gecoverd. Ze liggen lekker op bed. Niels die zit televisie te kijken, is net met Joef uit geweest. Ik heb straks fruit gemaakt. Dit zijn wilde, oh god, hoe noem je dat nou? Wilde nectarines? Wild? In ieder geval, het is iets wilds. Ik heb nog niet platte... Ja, in ieder geval zoiets als een nectarine. En ik heb peer gemaakt. Nou had ik deze voor ijsjes te maken. Dus dat wou ik voor de kindjes. Wou ik
ijsjes maken ermee. En wat ik over heb, doe ik in ijsblokvormpjes. Want dan kan ik dat ook gebruiken voor Liam, voor zijn fruitje. Dus, ik ga eens even vullen. Nou, ik heb ze gevuld. En ik ben eens benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Dan ga ik wat ik over heb nog heel eventjes verdelen over de andere bakjes. En dan ga ik dat even in de vriezer stoppen. Goedemorgen! Goedemorgen! Bah! Hi! Hi, wij zijn net naar de winkel geweest, hè? Ja! Jij mag niet mee. Nee, jij mag niet mee. En nou is het alweer tijd om het te avondeten. We hebben eigenlijk vandaag een beetje een lamdag. Want Niels heeft vakantie, dus dan mag je een lamdag hebben. Daar liggen ze hoor, de twee baby's. Ja. Jordi zit eventjes in de box te spelen en ik ga nu zijn eten warm maken. Want het is alweer tijd om het avondeten. Dus dat gaan we even doen. Zit jij mama uit te lachen? Zit jij me uit te lachen? Zit jij mama uit te lachen? Huh? Zit je me gewoon uit te lachen? Zit jij me uit te lachen? Heb dik me. Nee. Gaat je moeder toch niet uit zitten lachen? Je gaat je moeder toch niet uit zitten lachen? Hallo. Ja. Joef, nee. Je hebt straf. Nee, je bent niet zielig. Je hebt straf. Jordi krijgt nu lekker zijn flesje. En die gaat dadelijk naar bedje toe. Joef die was erg vervelend, dus die heeft straf. Want ze kon dreigen niet bedwingen om, ja, het zijn puppystreken happen. Niet eens hard, maar gewoon dat je in ieder geval iets van tandje voelt. Ze doet het niet bij Jordi of bij Liam, maar ze doet het bij mij en Niels. Dus wij zijn er toch wel mee bezig om dat af te leren. Maar tot nu toe heeft ze dat nog niet bij een van de twee gedaan in die zin. Dus ja, maar in ieder geval... Dan gaat hier daar eentje naar bed toe. En deze kleine vent, Liam, die gaat dadelijk nog een fles krijgen. En dan hoop ik dat hij ook daar een keer naar bed toe gaat. Dan kunnen we ook een keer op tijd ons nest in. Jordi lag op bed. Die is inmiddels weer beneden, want die was wakker geworden van iets. Liam, die is nog wakker. Die lag te slapen, maar die is wakker geworden van Jordi's geschreeuw. En ik ben ondertussen mijn was aan het doen. Met mijn was aan zo gaan doen. En hier ligt Liam. Ja, heb je een leuk bedje op? Die had ik toevallig even uitgewassen. En die was droog. Dus nou ligt hij daar. Ik heb alles even afgebakend, zodat hij nergens heen kon. En dan kan ik even rustig mijn was doen. Jordi ligt beneden. En die is aan het spelen of zo. Ik weet niet, Niels is erbij. Dus die let op. Ik kan ondertussen dan eventjes mijn was doen. Een hele goede morgen. Ik heb een geweldige out-of-bed look. Ik heb vannacht nachtdienst gehad met de twee kindjes. Jordi die wilde niet slapen. En die heb ik geknuffeld. Luier nog schoongemaakt. En alles. En Liam is daarvan ook wakker geworden. Want Jordi was niet bepaald zachtjes, kan ik je melden. En Jordi die zit nu bij papa te spelen. Normaal niet, maar... Wat is het een mooie dag vandaag. En Liam die ligt lekker in de boxen spelen. Wauw, wat is het een mooie dag vandaag. Ja. Yeah.
Niels, die ligt op bed. Die heeft een zware migraineaanval. En die heeft al zijn medicijnen genomen, maar wil nog even niet baten. Dus die ligt even te slapen. Jordi ligt te slapen. En Liam is wakker. Ja, je bent wakker, hè? En ik ben ondertussen van alles hier aan het doen. Ik heb alweer was aangezet. Ik heb alweer dingen opgeruimd. Hoef op de donder gegeven, want dat hoort er tegenwoordig ook bij natuurlijk. En ik ga vast eventjes het eten voor vanavond maken. Een beetje paella met vissticks. Joef, uit de box. Ze weet dat ze er niet in mag en toch doen, hè. Maar hè, het is zo. En dan ga ik hier nog eventjes wat opruimen. Ik hoop dat ik weer wat foto's in een fotolijstje kan doen, want die heb ik nog steeds liggen. Het is alweer even geleden dat ik dat gehaald heb, maar ja, hè. Ik heb niet zoveel tijd overal voor. Maar ja, dat ga ik hopelijk dadelijk ook nog eventjes doen. En eventjes hier beneden poetsen en boven bedden verschonen en dat soort dingen allemaal. Maar ja, Niels ligt nu in bed, Jordi ligt in bed. Dus dat gaat hem nu even niet worden. Maar ja, hè. Ondertussen ben ik wel aan het genieten van mijn kleine lachenbekkie. Hi. Zijn mijn lachenbekken, hè? Ja, zijn mama's lachen, Becky. Alleen als de camera op hem staat, dan doet hij niet zo lachen. Nee. Wat is er? Ja, je gebruikt mama's hand altijd om dingen in je mond te stoppen, hè? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ai. Ai, ai, ai. Ik ben echt verliefd op het manneke. Ik kan er niks aan doen. Kleine hartbreker. Ja, mama is verliefd op jou. Jij doet iedereen om je vingertje winden, hè? Jij, allemaal doe je om je vingertje winden. Dat is knap, vind van me. Ja. Ai, bebe. Komt Joef zich eigenlijk ook nog even mee bemoeien? Joef is ook. Ga maar aan het vertellen. Ben je allemaal aan het vertellen? Oh. Echt waar? Echt? Wat? 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 Moet je mama zeggen. Mama. 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 Ja, moet je mama zeggen. Mama. 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 Of ga je papa zeggen? Papa. 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 Nee, je gaat mama eerst zeggen, toch? Je gaat eerst mama zeggen. Mama is toch de liefste? Mama is toch de liefste? Ja, zie je wel. Wat wel grappig is, is dat Jordi ook een papa's kindje is. Maar ook een mama's kindje. En dat is Liam ook een beetje, gelukkig. Maar wij zijn een strijd aan het voeren, ik en Niels. Niels die zit de hele tijd, papa, papa. En ik zit de hele tijd, mama, mama. Dus we gaan kijken wie het gaat winnen uiteindelijk. Jordi is nou lekker aan het eten. Lekker, hè?
Paella. Met visje. Met visje. Ik heb er visstikjes bij gedaan. Ja. Ja. Lekker hè, jongen. Oh, nee, hij wil niet meer op de camera. Dus, maar wij gaan ook zo eten. De visstikjes van Jordi maak ik altijd minder hard of zo. Zodat ze beter te prakken zijn, zodat hij dat beter kan eten. En jij ligt hier lekker, hè? Ja. Hij ligt hier als een ja, relaxed manneke, hè? Ja, relaxed, hè? En wij zijn ondertussen Baywatch aan het kijken. Even nostalgie ophalen. Kindjes liggen lekker te slapen. Joef is aan het vervelen. Uitverveeld. Maar Liam ligt nu voor het eerst met een slaapzak in zijn bedje. Ja, hij lag altijd in zijn nestje, een babynestje. Ja. En nu ligt hij zonder dat babynestje in een slaapzak. Ja, dus even afwachten hoe dat vannacht gaat. Nou, hij slaapt al, dus het zal wel meevallen. Ja, we gaan gewoon kijken. Nee. Kleine kindjes worden groot, hè? Ja, dat is waar. Ze stoppen niet meer groeien. Je hebt vakantie. Mm-hmm. Hm? 2 weken last van hem. Maar ja, hè? En van aankomende week ben je ook nog jarig. Ja? Ja. Cadeautje van mij heb je al gehad. Want een kindje heb nog wel een leuk cadeautje voor jou. Oké. Okay. Welke van jou gehad dan? Boommachines en alles. Of hoe je dat ook noemt. Van dat werkgereedschap. Toch? Noem jij cadeau? Dat is een cadeau, ja. Jij wou dat als cadeau. Het is goed dat je bijna jarig bent. Kan ik mooi een duel halen. Oh, die haal ik zelf wel. Hm. Ik moet mijn eigen cadeaus altijd kopen. Dus dat scheelt. Dan mag je een duel, een emmer en een vaardoek halen. Tuurlijk. Die heb ik allemaal al, dus het hoeft niet meer te halen. Dus, aankomende week hebben we heel veel ziekenhuisbezoeken. Dus we gaan even kijken hoe en wat. Ja. En wat er gevlogd kan worden. Het zijn allemaal kleine afspraakjes, maar iedere dag één. Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dus. Nou, trouwens, dinsdag niet, dinsdag krijg je hem entingen. Maar goed, mm-hmm. In ieder geval, wij gaan afsluiten en we gaan lekker ons nest in. Want we zijn moe. Welterusten allemaal en tot de volgende. Welterusten.